Ja, een meisje. Elwin. Hé, hey, daar heb ik hem toch goed voor ingepakt. Is toch mooi? En ik heb hem even in een bakje gezet. Een hele goede middag, zeg ik, lieve vrienden. En welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina op de Beestenboel en de Beestenboel. En dat wel allemaal op zondag 11 april en 14:39. Ja. Ik heb heerlijk even vanochtend met mijn beestjes liggen te vrijen. Vooral met die grote, want die kleine wou dit keer niet. Die wou blijven slapen, die bleef liggen waar ze lag. Ze reageerde ergens op, dan niet. Nee. Dus dan al helemaal met die grote, en dat was echt lekker, hè, Elwin? Ja! Dus ja, heerlijk is dat dan even, hè? Dat je dat kan doen op je vrije zondag. Er is ook niemand geweest, er heeft ook niemand mij gestoord, er heeft ook niemand mij geappt. En ik heb ook zomaar heerlijk kunnen slapen. Ja, voor het eerst weer in, sinds dat ik die pijn heb. Het begint nou eindelijk ook te zakken. Moet denk ik niet verkeerd bewegen en niet verkeerd ademhalen, want dan is het mis. Ja. Maar voor de rest mag ik niet klagen. Het is nu bewolkt. Ik zie blauwe lucht. En ik zie de zon. Ja. Aan weerskanten. Dus wat willen we nog meer? Ja, nog meer blauwe lucht. Oké. Maar dit is al mooi. Ja. Heerlijk toch, vind ik van wel, ja. En ik ga zo meteen nog ook lekker even van genieten. Ja, even een blokje om. Kijken wat ik redden kan. Bedoel ik mee hoe ver ik kan komen. Of de brug overkom, ja of nee, ik weet niet hoe de wind is. Als de wind nou nog strak is, dat hij nog best wel voor mij heftig is, ja dan kom ik niet ver. Nee, de wind dat is ook een boosdoener voor mij hoor, echt wel, ja. Dus maar oké, daar komen we straks zelf wel achter. En als ik verder kom dan normaal, dan zie ik het wel wat ik doe. Ja, even kijken. En er is er nog een die eigenlijk naar buiten wil, maar die geef ik eerst even te eten. Dan kan die ook niet naar buiten. Ja. Ik denk dat ik dat eerst doe en dan de honden pas. Hé? Gandalf? Anders loopt die achter me aan, dat wil ik dan niet. Nee, want als ik die brug open ga, dan kom ik langs de grote weg. Ik wil hem niet bij de grote weg hebben. Nee, echt niet. Want dan doet die haar gaat ook uit zichzelf de brug niet over. Ja, halverwege en dan draait hij weer om. Dus, dat is allemaal netjes. Dat doet hij niet. Maar oké, lieve vrienden, geniet van je zondagmiddag. Doe leuke dingen, er is weer het een en het ander geloof ik open. Ga er naartoe, doe gezellig, wees lief en neem een ander mee. Ja, trakteer een ander ook even op een uitje. Ja, gewoon doen hoor, wat zou ik zeggen, gewoon doen, ja. Hé, Janneman, kom eens man, kom eens. Wat ben je dan? Nee. Dus oké, lieve vrienden, gewoon doen, zeg ik. En dan eet me eens wat fatsoen. Ja, zoals daar, dat zootje, je weet wel, die hebben geen fatsoen en geen normen en geen waarden. Nee. Ik vind het prachtig mooi wat ik vandaag ook weer heb gezien op YouTube. In, ja, schiet me maar lek. In Barum, geloof ik. Wat een opkomst! En allemaal voor de vrijheid, hè? Liefde, vrede, liefde, vrijheid, weet ik veel. Wat ze allemaal opdreunen. Maar in ieder geval, wat een opkomst! Nou, ik wou dat het overal zo was. Opkomen voor je rechten. Je grondrechten. Die worden er niet gedaan door dat zootje daar. Maar die hebben nog steeds. Hou daar rekening mee. Mijn broer die zei al, die hebben we al lang al niet meer. Nou, degelijk hebben die nog wel. Maar
Dat zootje van Rutte houdt het allemaal op. Ja, ik ben zo boos. Nee, je krijgt zo eten. Maar oké, daarom, hij krijgt eten, zei ik al. Ja, je krijgt eten, schat. En dat gaan we dus doen, ik zou zeggen. Gewoon ook lekker van alles gaan doen wat je maar wilt. Griep is ook besmettelijk, weet je. Er zijn zoveel ziektes wat besmettelijk is. Houden we ook geen afstand. Dus gewoon doen. Lekker. Heerlijk. Genieten van het zonnetje. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis en ik ben niet ver weg geweest. Nee, ik heb wel een tijd heel lang blijven staan op dezelfde plek en daardoor heb ik nou pijn in mijn rug, maar ik vond het zo zielig. En ik kon het op dat moment niet vloggen, want ook waar Elwing en Rijka best aan het trekken, want ja, die vonden het ook maar al te belangrijk om er naar te kijken. En het was druk met nog meer mensen, dus ja, ik laat maar, ik vertel het wel. Er was namelijk bij dat bruggetje, hier vlakbij, bijna Mosterdbrug, een hond uit zichzelf te water gesprongen. Prima, maar hoe komt die hond erin? Mag daar niet eens, ze mogen daar niet loslopen, het is geen losloopgebied. Dus die hond liep daar los. Hoorden wel mensen bij, maar hou je hond aan de lijn, had hij dan ook niet in de gracht kunnen springen. Maar hij was van de wal afgesprongen waar het nogal hoog is, dus hij is zo blind erin gesprongen. Hoe krijg je hem er ooit weer uit? Dat gaat het hem daar niet worden. Maar luisteren, even mee niet hoor. Nee, even mee niet. Nee, ik kwam niet terug. Hoezo griepen? Is hij helemaal naar een andere brug toe gezwommen? Daar is hij zelfs nog onder doorgezwommen. Dat is het laatste wat ik heb kunnen zien. En die mensen die liepen ook maar door. We leggen daar aan die kant wel, aan deze kant, en dan wel op een gegeven moment weer steigertjes met bootjes. Dus die man die heeft het via die steigertjes en bootjes geprobeerd. Maar die hond die bleef maar doorzwemmen en doorzwemmen. Maar het water is wel ijskoud. Ja, oké. Een hond kan er beter tegen dan wij mensen natuurlijk. Maar dan nog, roept desnoods voor mij part een brandweer erbij. Daar zijn jullie toch ook voor, om je hond uit het water te halen als ze niet luisteren. En misschien dan voor de baas en het vrouwtje een goede les voor de volgende keer. Hou je hond aan de lijn als je niet bij een loslaatgebied bent. En dat waren ze niet. Nee, ze liep ook langs tuintjes en alles. Nou, dan mag je hond ook niet poepen en piezen bij die tuintjes van die mensen. Dat kan je niet laten doen. Hè? Je kan enkel waar ik het doe, kan je ze wel laten poepen en piezen. Maar niet bij mensen met een tuintje. Dat wil ik toch ook niet? Ja, oké, mijn honden doen het en ik ruim dat zelf weer op. Maar ik wil niet dat er iemand voor mijn poort gaat laten poepen. He, er is hier een man, die heeft een hele grote hond, een schat van een beest. Nou, dat beest wordt verkeerd behandeld. Maar dan laat hij hier voor mijn poort poepen. Ja, ruim me dan even op, vind ik. Jij kan bukken. Ik kan amper bukken, maar ik ruim wel mijn tuin van tijd tot tijd op. Ja, moet gewoon gedaan worden. Ik hoop dat ik het morgen kan doen, dan kan ik dat weer even bij elkaar halen. Dat doe ik gewoon in zakjes. Ik heb zakjes genoeg, dus ja, waarom niet? Maar Elwing is ook gek hoor. Ja, kom je thuis, moet ik eerst mijn telefoon uit mijn tas halen die aan mij wel later hangt. Want dan heb ik een wandel-app op. Dus die moet ik eerst uitschakelen dat hij niet verder tikt. Maar in ieder geval, dan ga ik klaar. En dan help ik eerst de Rijka uit het tuig. Die springt dan op de bank. Ze weet dat het moet, want dan hoef ik niet te bukken. Elwing die heeft dat automatisch zo ook geleerd. Maar wat gaat die gelijk doen? Die gaat leggen. Ja, hallo, dan kan ik je corset toch niet loskrijgen. Lag helemaal plat. Kon niet eens die sluiting van de halsband te pakken krijgen. Ze kon opstaan. Malle meid. Hé? En dan ligt ze hier weer lang uit. Nou, en ik ben blij dat er Astrid morgen weer komt. Want met die regenval, met die nattigheid, bleef allemaal troep aan mijn wieltjes van mijn booster zitten.
De hal ligt nog meer onder, maar hier ligt ook wat een en ander, zie ik. Ja, dat is vannacht gebeurd. Nou, ik ga nou echt niet meer lopen te stofzuigen, hoor. Nee, dat doe ik niet meer. Hé, hey, meisje lief. Nee, ik kan nou even niet bukken, schat. Wou jij naar buiten? Hé? Wou jij naar buiten, meisje? Dat mag, hoor. Wou jij nog even naar buiten? Hé, hey, wou jij nog even naar buiten? Rijk haar wel, hè? En Alwin, die ligt voor pampers. En zo'n groot stuk hebben we niet eens niet gelopen. Maar ja, lopen we wel vaker. Gewoon een klein stukje. Een klein stukje verder dan normaal. Doei! Nee, dan moest de brug over rechtsaf richting Dijkzicht, einde gras. En weer omdraaien weer terug. Dus ja, dat is niks niet ver weg. Nee. Als ik verder weg had gegaan, had ik doorgelopen. Maar dat heb ik nou niet gedaan, want ik was al door dat lange staan, was ik moe geworden. En pijn in mijn rug, onderin dit keer. Maar ja, maakt het allemaal niet uit. We zijn weer thuis en ik ga de computer aan doen. En ik heb meer te doen. Ik moet de vaten wassen doen, moet gevuld worden, et cetera. Ik weet niet wat ik eten zal. Ik weet het echt niet. Ik heb nog twee pakketten, maar daar heb ik geen zin in. Ook brood of patat, denk ik. Ik weet het niet. Ik heb gewoon geen zin om daar aan te moeten denken. Ja, wel. Maar ja, maakt niet uit. Nee. We gaan gewoon door. Hé, jij nou? Ja, we gaan gewoon door. Of niet dan? Ja, een meisje. Elwin. Hij is gek. Hij liefie. Hé lief. Doe je allemaal. Wat zie je allemaal? Zie je Rijka? De ramen moeten nodig gelapt worden. De zon die staat erop, dus dat kan je ook niet alle dagen zomaar eventjes doen wanneer de zon schijnt. Nee, dat moet het grijs-grauw weer voor wezen. En dan moet het wel droog zijn uiteraard. En dan kan je ze aan de buitenkant lappen. Ja. Maar ja, daarom kun je het iedere dag wel lappen. Want daar schijnt de zon niet op. Pas laat in de avond, ja, wanneer de zon schijnt. Maar overdag niet. Dus ja, dat kun je zo lappen, maar daar hoor, dit is vanmorgen vroeg tot, nou ja, laat in de middag is daar zon. Nou ja, en ik kan dat amper, ja, ik kan het wel, maar dan moet ik me ook goed voelen, weet je. En als ik me niet goed voel, dan kan ik dat niet doen. En bedoel ik niet daar hoor, daar kan ik het wel in mijn hoofd, maar in mijn lichaam niet, nee. Maar ja, maakt ook niet uit. Met die banaan, ik ga hier aan de gang. Ik moet trouwens, ik zou nog een plantje halen bij de vogelmarkt. Moet ik even de booster doen. Ja, voor Astrid, hè. Moet ik wel even doen, hè. Strakjes, ja. Ga ik straks doen, ja. Komt helemaal goed. Daar kunnen jullie op zien, ja. Zet maar een hoedje. Nee. Daar doen wij niet aan. Nee. Stop. Rijka? Rijka? Nee? Rustig, hè dan. Ja, Rijka begint te blaffen en Elwin blaft mee. Maar ik wil dat niet hebben. Iedere keer. Ze hoeven niet om Jan en allemaal te blaffen die hier komen of die hier gaan of wat dan ook. En vooral als het bekende mensen zijn. Is het een vreemd volk, zeg ik, Allah. Maar voor de rest, noppeniendo. Nee. Maar ik zeg tot straks maar weer. Doei!
Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik heb een mooie plant gekocht. Net zo eentje die ik daar heb staan met die witte bloemetjes erin. Deze, maar dan zit daar ook paars in. Alleen maar paars, geen andere kleur, paars. Waarom kan ik op mijn paars? Dus ja, daar kan ik niks aan doen. Maar hij valt niet te zien, het valt niet op. Het is het niet. Het valt wel op dat het een plant is, maar het valt niet op wat voor een plant. Nee, daar heb ik hem toch goed voor ingepakt. Is toch mooi? En ik heb hem even in een bakje gezet. Valt hij niet op? Hij had nog water genoeg, dus laat me mooi zo staan. En ik kan ze hem morgen uitpakken. Ja, toch? Vind ik veel leuker. Ik zal er nog een kaartje erbij pakken en even schrijven. En die zet ik erbij in. Klaar. Krijg ze nog een gebakje ook? Ja, maar ik heb nog een bak. Dus het komt helemaal goed. Hé, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Komt helemaal goed. Ja, nou. Ja, hè. Komt helemaal goed, hè. Ja. Waar ben je? Hallo, Wien. Waar ben je? Ja. Nee, maar dat komt wel goed. Ja hoor, heb ik alle vertrouwen in. Dan moet ik eigenlijk daar nog aan de gang. Maar ik ga eerst weer bijkomen met een bakje koffie. Ja. Hè? Maar ook dat komt goed. En ik had geen handschoenen aan. Het is echt wel nog koud hoor. Ja, het is nog niet warm te noemen. En dus ja, ik denk laat maar. Het is toch een klein stukje. Ik ben zo heen en terug, maar ik had beter wel aan kunnen doen. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag zoals jullie dat willen. Ik ga dat ook doen, dat komt nog wel. Ik vind ook later op de dag nog wel. Zo laat vind ik het nog niet, het is net 5 uur geweest, dus komt wel goed. Ik ga daar weer aan de gang en een bak koffie erbij. Zo is dat. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, genieten. En niet anders doen dan alleen maar genieten. Ja, doei! Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben druk aan de gang geweest. Ja, want... Lalalala, ja, er staat nou weer alweer een vaas. Kan ik ook niks aan doen, want dat is van de paastakken geweest. Dus de vaas was het, die draait. Paastakken zijn opgeruimd, zitten in de groene container. Het hele hoekje is schoongemaakt. Een mannetje op staat. Het hele kastje, de kast, dat hoekje is schoongemaakt. De bank, leuningen zijn schoongemaakt, want ze staan iedere keer met de poten erop. Deze stoel heb ik ook even schoongemaakt. Die was ook een beetje zanderig van deze stoel. Die stoel moet ik nog eventjes zo meteen doen, maar het salontafel is schoon. De eettafel is schoon. Ik moet enkel... Mijn bureau nog weer helemaal uitmeesten. Dat hoekje moet ik nog uitmeesten en schoonmaken. Dit moet ik uitmeesten en schoonmaken. En die stoel nog. Nou ja, dan is het weer klaar. Maar morgen weer een dag. Ik ben back af. Ik heb dus die plant ook gehaald, zoals jullie weten. Die ja. Dus ja. Ik heb gewoon heel veel gedaan in een korte tijd. En ik ben nu back en back af. En ik doe nou even een spelletje straks eventjes een vlog in elkaar zien, weten te draaien. Ik moet mijn camera's nog leeg halen. Dus met deze ga ik gelijk ook afsluiten. En dan kan dit allemaal nog op mijn computer. Dan kan ik morgen met een schone mobiel eigenlijk weer beginnen. Ja, beginnen we gewoon bij morgen. Weer een nieuwe week, werkweek. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond met veel liefde en veel warmte. Ja, straal het naar anderen ook uit. En ja, geniet. Het is nog steeds prachtig mooi weer, dus wat wil je nog meer? Dat hebben wij weer in de pocket. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ervan, zolang het kan, want... Ze hebben ook weer slecht weer, ja, je weet het maar nooit met hier om in Nederland. Hè? Maar in ieder geval, verlaat op de avond uiteraard welterusten, slaap lekker met hele mooie dromen. Wie weet kunnen ze
ook bij jou wel eens een keer uitkomen. Want ja, ze zingen wel, dromen zijn bedrog, maar niet altijd. Ze kunnen ook nog wel eens een keer uitkomen, dat gebeurt ook wel dikwijls. Enkel, ja, je weet, ik weet het niet hoor, van mezelf, maar ik hoor het wel van anderen. Ja, mijn droom is wel uitgekomen, zo en zo. Had ik gedroomd en dat is er gebeurd. Oké, maar sta je met je mond vol tanden in principe. Als je, ik heb wel geen tanden, maar bewijzen van, hè. Maar in ieder geval, morgen weer dus gezond uit je bed zien te komen. Morgen weer maandag, morgen gewoon weer een werkdag. Morgen komt Astrid weer. Dus ja, gaan we gewoon weer normaal verder. En we zien wel waar het schip strandt, wat we allemaal gaan doen, ik weet het niet. Sowieso het huis verder schoonmaken, boven moet het gedaan worden. Ja, en ik wil ook dat de wc eens een keer goed gedaan wordt van boven naar beneden. En dat hier in de kamer mijn lampenkap gedaan wordt. Ja, moet ook eens een keer gedaan worden. En de stoelen van de eethoek en de tafelpoot van mijn eethoek, dat kan ik zelf allemaal niet. Dat zijn allemaal dingen dat moet eigenlijk aan huishoudelijke zorg doen. Ik kan er niet bij, dus ja, dat moet gedaan worden. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet. Ik vergeet jullie niet. Ik ben blij dat jullie op mijn kanaal geabonneerd zijn. En ja, maak reclame, dat vind ik reuze fijn. Er komt er nog meer bij en dat maakt mij weer blij. Ik zeg, doei lieve vrienden, tot morgen.